Niet was je altijd al grappig? Die vraag gaan we niet stellen. Maar wanneer was jij, zeg maar, je wordt jezelf bewust van het vermogen? Kun je dat nog herinneren? Dat je dacht van, hé, misschien... Of was je altijd al... Nee, helemaal niet. En ik weet niet of dat nu wel zo is. Dat is ook helemaal niet aan mij. Maar ik, volgens mij toen ik 16 was of zo, dan als je, toen zag ik bepaalde artiesten op tv. En dan merk je dat het je iets... Dat het je iets doet of zo. Noem eens iemand, Piet? Nou, toen was dat nog Joep van het Hek. Dat keek ik dan. En dat vond ik dan heel leuk. Maar ik dacht ook van, ja, volgens mij is dat helemaal niks voor mij. Met de actualiteit en dat soort dingen. En dan later pas zag ik mensen die ook in het theater stonden en helemaal niks met actualiteit deden. En toen dacht ik van, nou, misschien is het dan toch wel voor mij weggelegd. En toen heb ik op mijn 19e heb ik ongeveer besloten om een keertje zelf dan in de Engelenbak. Ja. Om daar dan een kwartiertje te doen. Maar hoe zeg maar, waarom heb je, wil je zoiets besluit je? Wel naar aanleiding van... Ja, maar ik geloof niet dat een besluit is van een moment. Volgens mij is dat een ontwikkeling. Ja. En een soort besef dat langzaam bij elkaar valt. Dat je op een dag denkt, volgens mij kan het zo. En als je het doet... En de bevestiging krijgt, of niet misschien, dat ik dan denk van, oh ja, maar ik kan dit dus. Maar je moet je op een gegeven moment wel opgeven, je moet op een gegeven moment ook wel een soort aanwijzing krijgen. Dus niet specifiek direct op het podium, dat is natuurlijk heel direct. Maar daarvoor zeg maar, dat je bijvoorbeeld, je kwam altijd leuk uit de hoek met one-liners of... Nee, maar zo werkt het helemaal niet. Ik geloof ook helemaal niet dat de beste cabaretiers of stand-up comedians, dat mensen zijn die per definitie maar grappig zijn. Ik geloof dat mensen zijn die voelen dat, die voelen van deze vorm past bij mij. Dit is dus voor mensen staan. En ze aanspreken alsof het één iemand is, terwijl het meer mensen zijn. Dat is een vorm die... dat is voor mij een manier waarop ik graag zou communiceren. Okay. Dat voel je op een gegeven moment. Dat is zo'n abstract gevoel dat ik nooit heb gedacht van... volgens mij kan ik nu die keuze maken. Dat wil zo zeggen, het viel gewoon op een gegeven moment voor jou op zijn plek. Ja, maar dat is nu nog steeds aan de gang, toch? Ik bedoel, ik heb nu nog steeds wel eens het gevoel van... Moet ik dit wel doen? Ben ik wel goed? Of... Ben ik wel interessant genoeg? Of past het wel bij mij? Maar steeds meer. Mijn hele leven rangschikt zich er op een gegeven moment ook naar. En dat begint inderdaad waarschijnlijk al eerder. Dus op school misschien niet je huiswerk maken. Omdat je het gevoel hebt van, oh ja, maar er komt een dag waarop het bewijs geleverd wordt dat het misschien niet nodig is. Of dat soort kleine dingen. Ja, ja, ja. Maar het zou op een gegeven moment ook, ja, oké, maar dat kan natuurlijk ook op een andere manier zijn. Ik bedoel, het hoeft niet specifiek dan in de comedy te eindigen. Nee. Comedy. Nee, maar ik denk dat net als voor comedy, of net als bij comedy, voor bijna alle andere beroepen ook wel geldt, dat je dat op een gegeven moment gewoon voelt. En dat het een vrij abstract gegeven is. Okay.